fijn. Het wordt een liefdesreading voor het teken van vissen. Lieve vissen, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken. Laat los als het niet past. Alle readings zijn tijdloos. Iedereen bedankt voor de nieuwe abonnees. Welkom. En natuurlijk, ja, de oude, vertrouwde, lieve abonnees. Dankjewel voor het steunen en de lieve berichtjes. Heb je TikTok of wil je TikTok gaan aanmaken? Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Ik ben ook nog maar net daar. In ieder geval, wil je me daar volgen? Revibes met 3S'en. En bij 1000 abonnees kan ik daar live gaan. Dus lijkt dat je leuk, meld je dan aan. In ieder geval, we gaan eens kijken. Eenzaam, oké. Kan zijn dat je uit eenzaamheid komt. En dat is een heel goed teken. Want wat ik voel is dat je echt wel in deze energie hebt gezeten een tijdje. Misschien dat je er nog een beetje in zit. Maar ik voel wel dat je daaruit wil gaan komen. En cadeautjes geven en ontvangen omgekeerd. Misschien is het voor jou belangrijk om dus niet altijd te geven, maar ook een keer te ontvangen. En je vraagt je soms af waarom. Waarom bepaalde situaties gebeuren in je leven. Waarom je steeds bepaalde situaties aantrekt. En dat kan je dus eenzaam maken, omdat je steeds een beetje teruggaat naar het verleden, hoe bepaalde situaties zijn gegaan en daardoor eigenlijk weer dezelfde situaties in je leven weer aantrekt. Oké, we gaan eens kijken wat ik mag ontvangen. Wat mag ik als uitdaging voor de vissen? Oeps, dat zijn er twee. Ja, de Page van Zwaarden en de Koningin van Cups. Dit is jullie energie, maar dit is een uitdaging. Het kan dus zijn dat je meer onderzoek mag gaan doen naar hoe jouw gevoelswereld in elkaar zit soms. Want het kan zijn dat jij soms details mist in bepaalde situaties. En over emotioneel bent over situaties. En daardoor eigenlijk verzinkt in je eigen emoties. De doodkaart heb ik hier. Ja, dus het kan zijn dat er een soort van eind of transformatie plaatsvindt. Sowieso een eind, maar ook een transformatie. En dat kan een transformatie zijn in jouw energie. Heb je nog, wauw, ja. De Koning van Staven. Dus kan te maken hebben dat je met een vuurenergie te maken hebt. Kan zijn ram, booswater of leeuw. Maar dat er een soort van einde in aan is gekomen, terwijl die persoon heel veel aantrekkingskracht tot jou heeft, dat wel. Maar tevens zie ik pijn. Het kan zijn dat je een hart over verstandkeuze mag gaan maken. Of misschien dat iemand jouw pijn wil doen. Of misschien dat je jezelf pijn doet in bepaalde situaties, omdat je blijft vasthangen aan iets. Ik zie wel dat iemand heel, heel erg indringend kijkt. Wat mag ik nog meer ontvangen? Helderheid. Oké, dus je zoekt een soort van waarheid. Waarom? Waarom? En dat is wel bijzonder weer. Maar waarom gebeuren zulke dingen? Je zoekt echt een soort van helderheid. En je ziet hier een soort van cycle. Dus je, wat ik het gevoel heb, dat je steeds een soort van teruggaat naar de tijd. En dan weer omhoog gaat. En dan weer een soort van licht ziet. Maar dan toch weer teruggaat en dat doet je pijn. Dat is een beetje wat ik voel. Het kan ook zijn dat het een einde is. Ik zie ook familiebanden. Dus er kan iets met familie zijn. Of misschien dat je een gezin hebt. Of dat er een gezin is geweest. Of misschien stabiliteit. Maar ik zie wel iets waarbij je een soort van stabiliteit gaat krijgen. Mits jij een soort van helderheid voor jezelf gaat onderzoeken. Maar dat kan voor jou een uitdaging zijn. Om bepaalde details niet over het hoofd te zien. Je bent natuurlijk een gevoelsmens. Dat is één ding wat zeker is. Ja, kijk dan. Dan weet ik niet of ik deze zo moet pakken of zo. Maar ik zie ook die toren. Er gaat iets plotseling veranderen. En dat kan je uit balans brengen. Dat zeg ik eerlijk. Of misschien ben je al uit balans. Maar, en dat kan met familie te maken hebben. Dat kan met een persoon te maken hebben. In ieder geval zegt dit wel iets over dat er iets echt mag gaan worden getransformeerd.
Waarbij je jezelf lief mag gaan hebben. Dit is die Divine Feminine. Je hebt al veel mee moeten maken of mogen meemaken. En dit is karma ook. Niet dat dit een karma kaart is, maar dit is wel een vrouw die door cycles heen is gegaan. Deze vrouw is sensueel, die is creatief, die weet wat ze wil, maar ik zie een soort van chaos en ik voel eigenlijk door die chaos heen misschien dat er plotseling dat je inderdaad dat heldere idee krijgt of dat inzicht van hey, die pijn wil ik niet meer, ik wil me gaan transformeren. Maar ik voel wel een beetje dat je daar nog middenin zit. Ja, kijk, zelfliefde. Of in ieder geval iets wat, ja, wat waar jij een balans in mag gaan vinden, is wat ik zie. Ja, een balans, echt zo. Een soort van rust en heling. Je wordt beschermd, dat is wat ik zie. Dus van hoger af krijg je waarschijnlijk ook tekens, of is er iets waarbij je op mag gaan vertrouwen. Maar heling is hier ook bij heel belangrijk. Heling voor jezelf en ook rust en regelmaat en geduld. Dus er is ook iets met geduld en de kracht mag gaan vinden. Ja, kijk, en een nieuw pad. Zie, dus er is iets wat tot een einde, wat je veel pijn doet, waar je een soort van helderheid in zoekt. Dat kan met familie zijn, kan financiën zijn. Maar in ieder geval komt er plotseling gewoon een helder inzicht bij jou, waarbij jij dus meer zelfliefde mag gaan geven. Dat is een beetje wat ik op dit moment voel. De emperor, ja, omgekeerd. En die valt op de koning van staven. Dus er is iemand in jouw omgeving, kan een vaderfiguur zijn. Het kan iemand zijn die de baas wil spelen, dus onbuigzaam kan zijn. En dat kan jou een soort van uit balans brengen, heb ik het idee. Dus iemand wil een soort van gezag, wil de baas spelen of wil iets. Ja, zijn wil is wet. De koning van cups heb ik hier nog. Met de koningin van cups. Oké. Ja, liefde. Groei. Even kijken. Ja, de acht van zwaarden. Ja, kijk, daar heb je hem toch weer. Zie? Jij zit vast in je hoofd met deze persoon. Met deze energie. Kan zijn dat je meer voor jezelf mag gaan opkomen. Meer actie mag gaan ondernemen. Meer op avontuur mag gaan. Maar het kan ook zijn dat deze persoon jou vastzet. Dit zijn jouw eigen gedachten, hè? Dus het kan zijn dat die persoon eigenlijk een spiegel voor jou is, waardoor jij eigenlijk in een soort van gevangenis komt. Ja, dat klinkt misschien heel bizar. Dit zal niet voor iedereen gelden, maar dat is een beetje wat ik voel. Die persoon triggert jou. Die persoon is aantrekkelijk. Die persoon is passievol. Die persoon wil op avontuur. Die persoon is charismatisch. Alles eigenlijk wat je wil. Maar het zet jou tevens vast. Het zet jou tevens vast. En daar mag jij een soort van onderzoek naar gaan doen, is wat ik voel. Want je hebt een soort van visie, dat is wel wat ik zie. Dus je kijkt een beetje naar de toekomst. Wat moet ik hiermee? Ga ik hiermee door of heb ik andere plannen in mijn leven? Dan mag ik weten over het eind en die koning van staven. Ja, de koningin van pentakels. Dus je mag meer op jezelf gaan vertrouwen. Een nieuwe cycle ingaan. Dus het kan heel goed zijn dat jij bepaalde cycles mag gaan afsluiten. Of juist een nieuwe cycle ingaan. Waarbij jij meer, wat ik al zei, op zielsonderzoek mag gaan gaan. Wat dient er nog? En wat mag ik gaan loslaten? Onzekerheid. Dit is jullie kaart. Tenminste van het rood. Ik vind het ook een kreeftkaart. Maar dit zegt iets over jouw onderbewustzijn. Dus er spelen bepaalde geheimen. Of bepaalde emoties die nog niet aan het licht zijn gekomen. Passie, wat ik al zei, er is veel passie. Dus het kan zijn dat jij een nieuw avontuur bent begonnen met een persoon waar echt veel passie in was. Maar tevens zie ik hartpijn. En wat is die hartpijn? De negen van de tafels, weer de... Ja, het ging heel snel van start, is wat ik zie. Dus die persoon was ook heel onafhankelijk, is wat ik zie. Of je mag jezelf onafhankelijk gaan opstellen. Alleen mag jij een hart- of verstandkeuze maken om dus eigenlijk uit die chaoticiteit te komen. Of er komt plotseling iets op je pad waarbij je een soort van movement gaat ondervinden. Alleen daarvoor zou je wel keuzes mogen maken. Ik wil zeggen, moeten, kijk. Deze viel andersom. Je krijgt een soort van helderheid over een bepaald iets. Over je gezinsleven. Of over, ja, over iets waar jij misschien afstand van mag doen. Wat ik al zei, er is nog veel passie. Maar iets dient niet meer, is wat ik voel. Ergens zou je een rust in mogen vinden. Op weg eigenlijk naar geluk. Wat mag ik weten nog over die 10 van munten?
Ja, communicatie. Dus het kan zijn dat je meer mag gaan communiceren over het feit of jij nog wel echt gelukkig bent. Net de 7 van staven. Dus het kan zijn dat jij, of er is iets met communicatie waarbij jij je steeds staande moet houden. Dat je steeds jezelf een soort in een cocon moet stoppen om dus eigenlijk deze energie die jij op je afgevuurd krijgt te beschermen. En dat kan dus echt met familie te maken te hebben. Of met een persoon, of je hebt een gezin, of in ieder geval in die trant. Maar er is iets waarbij je jezelf meer mag gegronden. Want ik zie je natuurlijk dat hart hier, of in ieder geval de zon. Dus er is iets waarbij je jezelf mag gaan beschermen. Wat mag ik weten over de toren die weer in de toekomst ligt? Ja, de 5 van pentakels en de 9 of wands. Ja, veel aantrekkingskracht, maar tegelijk voel je je niet gelukkig. Er is iets waar je bang voor bent. Dit gaat gebeuren. Dus het kan heel goed zijn dat deze persoon, die vuur, die ik heel erg in deze energie voel, jou weer wil terugwinnen. Maar tegelijk, ja, weer de rust. Voel ik dat jij je soort van mag afsluiten. Er is een deur die open voor jou kan gaan, mits jij misschien jezelf inderdaad gaat beschermen. Want er is veel passie, veel avontuur met die persoon. Maar ik zie ook een transformatie waarbij iets niet meer dient. Want de toren kan 2 dingen betekenen. Of het is iets wat plotseling gaat transformeren. Iets wat niet meer dient, wat veranderd gaat worden. Op weg naar groei, want dat is het wel. Al is het soms lastig en pijnlijk, ja. Het kan zijn dat deze persoon jouw jeugdtrauma's eigenlijk naar voren haalt. Je mag je innerlijke kind eigenlijk gaan helen. Dat is een beetje wat ik zie. Het kan ook zijn dat er iemand uit het verleden weer terugkomt. Maar ik zie heel erg met deze energie, vooral met de Empress, dat het je eigen energie is die jij mag gaan, je eigen innerlijke kind bij de hand mag gaan nemen. En daarmee jezelf gaat nutsen. En dat kan plotseling komen doordat er iets of een persoon weer terugkomt. Waarbij je eigenlijk weer bang was dat het eigenlijk niet zou uitlopen. Ja, kijk dan. Ik zei nog met een hartje of met de aas. Zelfliefde. Heel belangrijk. De 8 van cups. Je bent teleurgesteld. Je gaat steeds weer in cirkels rond. Er is iets wat jij wenst. Want dit zie ik als een soort van energie wat jou leeg zuigt. En daar ben je klaar mee. Je bent klaar mee om leeggezogen te worden. En je hebt een wens. En iets kan tot vervulling worden, mits jij een heling gaat vinden in jezelf. Dan zie je ook een viering. Dus dan kan er ook iets weer getransformeerd worden. Oh ja, kijk. Ik ga ze even laten zien. Hier lag de aas van cups ook. Ik dacht dat ik zag hem, maar ik zag hem ook in deze energie die ik eigenlijk hier zie. Dus er is iets wat getransformeerd mag worden, waar jij heling in mag gaan vinden. Meer naar je intuïtie mag gaan luisteren. Er zijn bepaalde dingen misschien nog niet voor je duidelijk, maar die worden duidelijk. Zeker weten. Mits jij wel voor jezelf kiest. Ja. Knopen gaat doorhakken. De waarheid gaat spreken en ook de waarheid onder ogen gaat zien. Niet gaan doen denken, niet in deze energie blijven hangen die misschien een persoon tegen jou vertelt. En dat je daardoor eigenlijk weer in een soort van conflict raakt. Maar eigenlijk de sleutel pakt naar jouw geluk en die deur gaat openen. Want hier schijnt het licht. Alleen jij zit hier in dat hoekje. En dat kan dus komen door een bepaald persoon of door een bepaalde situatie waar je in zit. Ja, de duivel. Iemand die jou steeds weer naar beneden probeert te halen of iets. Waarbij jij steeds weer in de verleiding komt om dus eigenlijk weer in deze soort van gevangenis te komen. Iemand heeft de touwtjes in handen, dat zie je hier. En dat kunnen jouw gedachten zijn. Dit kan een persoon zijn die dat bij jou triggert. Maar dit is wat je mag gaan loslaten. Oude burdens, ook al is er passie. Maar dient het nog, want er is een blokkade hier. Er is een blokkade en daar mag je overheen stappen. Want dit is 9-9. Zodat je een soort van vrijheid kan vinden van deze energie. Dat je hebt veel te lang vastgezeten aan deze energie. Ook al is er passie, dat zeg ik niet. Er is veel aantrekkingskracht. Maar emotioneel maakt het je dan ook gelukkig. Dat is een beetje wat ik voel. En ik voel dat je daar een soort van vrijheid in mag krijgen.
Vrijheid, een wish fulfillment, gewoon ook al is het met jezelf, ook al is het gewoon jezelf liefde, want dat is het belangrijkste. Zodat je je vrij voelt, vrij van deze situatie die jou eigenlijk vastzet. Ja, dit is wat ik voor je heb, lieve vissen. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel. Ik wens je al het goeds en ik hoop je snel weer te zien. Doeg!